Hartelijk dank, Ruud. Ik vind het echt heel leuk dat ik uitgenodigd ben. Ik ben een hele slechte communicator via e-mails, dus sorry voor alle e-mails die ik altijd veel te laat beantwoord. Dat is altijd zo. Dat is wel evolutionair trouwens, dat klopt wel. En het gaat dus over lifestyle. En ik had de opdracht, volgens mij en we allemaal, om vanuit de evolutionaire gedachte een modern lifestyle concept te ontwikkelen. Nou, daar ben ik zelf al misschien 30 jaar mee bezig. Dat zou je niet zien, hè? Want ik ben 36, 30 jaar eraf, dus 6 jaar. Hè, vanaf mijn 6e doe ik dat al. Dus ik ben er al een tijd mee bezig. En dat is ook de bedoeling. Dat ik heb een uurtje de tijd en ik zal zo volledig mogelijk zijn. Maar ik krijg waarschijnlijk niet alles door die uur heen. Maar ik zou eerst mijn indruk van vandaag eventjes met jullie willen delen. Ik zat natuurlijk achterin. En de mensen die achter mij zaten hebben het ook gezien. Ik heb de hele dag de presentatie aangepast. Dus ik had een presentatie en die presentatie is helemaal verdwenen. Want ik denk, ik moet het aanpassen. Ik ga niet dingen herhalen, want het is zonde. Ik wil eigenlijk wat dingen aanvullen. En ik wil ook een paar gedachtes provoceren. Want we hebben heel veel gehoord over voeding. En we hebben wat minder gehoord over beweging. We hebben heel gek genoeg, als je praat over lifestyle, niks gehoord over de microbiota. De impact van de darm, mond, huid en longflora op onze levensstijl. En wat me echt opgevallen is, we hebben het niet gehad over gedrag. Want ik vind, als je praat over lifestyle, dat je je altijd moet afvragen, hoe werken dingen, wat gebeurt er nou? Maar ik denk dat het een hele belangrijke vraag is, waarom doen mensen nou wat ze doen? Want ik vind het opvallend, hè, dat we allemaal denken en vinden dat lifestyle vooral beïnvloed wordt door bijvoorbeeld de publiciteit, door de televisie, door het aanbod, door de verleiding. Maar ik ken heel veel mensen. Nou, ik kijk even naar jullie. Jullie zijn natuurlijk niet een goede representatieve groep. Hè, want jullie zijn eigenlijk gezonder dan de gemiddelde boerenhollander. Maar er zijn een heleboel Nederlanders en Belgen. Nou, Belgen, je weet natuurlijk nooit of Belgen mensen zijn. Dus ik weet niet of je dat wel mag kiezen als homo sapiens. Ik noem het homo Belgicus normaliter, hè, homo Belgicus. Maar in ieder geval, een heleboel mensen die het gewoon goed doen. Snap je? En die wel de juiste dingen kiezen. En die hebben geen medische achtergrond. En die dus wel in staat zijn om, ondanks dat waanzinnige aanbod van ellende, de juiste keuze te maken. En wat ik me dus ook afvraag, is dus, als je nou op een gegeven moment mensen dan wilt helpen, waarom vallen zo verschrikkelijk veel mensen terug? Wat zijn de recidieven van lifestyle interventie effecten? En als je dan kijkt, dat zal ik u laten zien, als een lifestyle interventie korter dan een jaar duurt, is de kans op terugvallen 95%. En ik weet niet of u dat, maar dat wil ik snappen. Want ik snap niet waarom mensen dan, terwijl ze zich beter voelen, want ze voelen zich echt beter, ze zijn gezonder, ze zijn sterker, ze slapen beter, toch terugvallen. Nou, en volgens mij is dat een hele belangrijke vraag. En dat heb ik een beetje gemist. Dus wat heb ik nou gedaan? Ik heb mijn presentatie aangepast op dat niveau. Om te kijken of we dat soort hiaten kunnen opvullen. Nou, ik moest een disclosure ding invullen. Dat had ik natuurlijk niet gedaan, maar ik heb het wel even hier gedaan. Dus ik heb natuurlijk ook conflict of interest, net zoals iedereen. Nou, moeten kijken, want ik merkte dat iedereen zijn boeken ging verkopen. Dus ik nu ook, dat is wel mooi. Er komt een heel nieuw boek uit van mij. Dus het is over een maandje ongeveer. En kijk, dat heet Word weer mens, de terugkeer van homo sapiens. En het gaat over eigenlijk deze voordracht. Nou, u ziet verder, ja, ik ben verbonden aan de Middlesex University van Groningen. Een ander universitair instituut. En natuurlijk Natura Foundation. En niet direct, maar indirect met Bonusan. Dus het spijt me. En de mensen waar wij, die bij ons komen, huisartsen, maar ook steeds meer eerste lijns fysiotherapeuten en diëtisten, die krijgen mensen
En die arme mensen die hebben dit wel al 5000 keer gehoord. U eet te veel, u eet te vaak, u eet te veel calorierijke voeding, u gebruikt drugs, we bewegen te weinig, we zitten te veel, we zoeken chronisch naar comfort, we praten en communiceren minder, we zijn lui en we. Het zijn allemaal aanvallen en je moet je toch eens afvragen, oeps, waarom doet dat ding het nou niet? Even in de andere kant. Je zou je moeten afvragen, is dit nou wel handig om die mensen altijd maar aan te vallen? Want als ze dan behandeld worden met lifestyle interventies, nou, dan ziet u dat relatief succesvolle interventies, die hebben te maken met beweging, dieet, cognitive behavioral therapy, langdurig en ook nog eens een keer hartstikke intensieve contacten. Het is wel mooi, de gezondheidszorg moet goedkoper worden. Maar we vergeten dat het allerduurste ding in de gezondheidszorg de gezondheidswerker zelf is. Het is heel grappig eigenlijk. Als we echt iets willen veranderen, hebben we zometeen helemaal geen artsen meer nodig. Snap je? Dan is het pas echt veranderd. Want dat is echt de preventieve geneeskunde. En dat zou natuurlijk mooi zijn. Dan is iedereen zo gezond dat we daar nog het meeste geld sparen. Maar u ziet, om dingen te beweeg brengen, heb je heel erg intensief contact nodig. Je moet mensen continu motiveren. Je moet ze continu achter hun kont zitten. Want anders vallen die mensen terug. Nou, en daarom zie je dat alleen maar interventie met beweging, dieet en die te kort duren, dat is minder dan een jaar, dat die eigenlijk heel erg weinig succesvol zijn. Nou, als ik vandaag nu goed geluisterd heb aan het pijl vanmorgen, dan hoor je de hele tijd de volgende klassieke evolutionaire uitleg voor de verklaring van onze lifestyle. Er staat, mensen bewegen alleen maar als daar een noodzaak voor is. Vandaag de dag die mensen die noodzaak niet meer, bewegen minder. Vandaag is voeding aanwezig, alles is dichtbij en dus is geen enkele beweging noodzaak. Dat maakt mensen lui en leidt tot het moderne leven van nu. En elektronica en Google hebben de doodslag gegeven. Ik heb 27 jaar in Spanje gewoond. Kijk, hier staat de estocada, zo heet dat. Dus de laatste keer, gewoon een steek in je nek. En dat zou... En daarom zitten mensen zoveel, en daarom eten ze zoveel, en daarom bewegen ze zo weinig. Dat is de gedachte. Maar ik mis in die gedachte de echte evolutionaire gedachte. Ik ben bij de Akka-pygmeeën geweest, ik ben bij de Bushmen geweest in Afrika. En weet u wat, als die gegeten hebben. En ze hebben eens dus een keer een hele overvloedige maaltijd. Met een kilo honing en honingwas. Met de kop van een tapier, want dat eten ze. Ja. En alles bij elkaar genomen eten ze dan in één maaltijd. Misschien wel 1500 kilocalorieën. 10 minuten later staan ze op en lopen weg. Dus het is te kort door de bocht. Want deze mensen zouden dan ook door een overvloed van eten lui horen te worden. En jammer genoeg is dat niet zo. Ze worden daar niet lui van. Dus met andere woorden, we zouden ons moeten afvragen, wat is er nou zo anders aan die Bushmen in Namibië? Want ze zijn echt anders. Hè? Nou, dit zijn de mensen waar ik dit jaar geweest ben. De Bushmen in Namibië, die eten en bewegen daarna gewoon door. Hè? En dit is ook zo interessant. Hè? We zijn daar geweest. En moet u kijken, ziet u die vrouwen? Die zijn hartstikke vet. Maar dat vet hangt bijna op hun knieën. Ja. En die kindertjes, die zijn ook vet. En dat vet hangt ook op hun knieën. Het is verschrikkelijk zacht vet. En u ziet, dat staat hier ook, en dat is essentieel. Ik zal u laten zien dat dat essentieel is. Als ik kijk naar onze overgewichtige diabetespatiënten, dat zijn geen mensen met lekker zacht vet wat tot op hun knieën hangt. Dat is keihard vet. En heel veel mannen zijn er nog trots op ook. Want die hebben zo'n buik en dan kunnen ze een glas whisky opzetten. En ze zeggen, het is allemaal spier. Nee, dat is keihard ontstekingsbevorderend vet. En
Deze dames en die kinderen, die hebben echt... Nou, u moet er kijken wat er hier eventjes in buik hangt. Dat is bij al die vrouwen zo. En die kinderen zijn ook allemaal lekker vet. Maar nogmaals, het is heel erg zacht vet. En dit is ook beer interessant. De kinderen zijn nooit alleen. Dat maakt ook een ongelofelijke impact, blijkt op bijvoorbeeld therapietrouw. Een heel groot Europees onderzoek is geweest om te kijken waarom mensen op een gegeven moment geen lifestyle interventies, therapietrouw, vertonen. En wat bleek nou? Dat de therapietrouw lineair verbonden is aan social support. Dus des te eenzamer mensen zich voelen, des te meer neigen ze naar te veel eten en te weinig bewegen. Nou, dus dat stukje, dat is gedrag. Dat heeft te maken met psychologie. En dat blijkt een van de redenen te zijn dat mensen terugvallen. Een tekort aan social support. Gewoon een partner hebben. Een partner hebben blijkt ongelooflijk effectief te zijn om een lifestyle in stand te houden. Nou, dus, en deze mensen, die zijn zo, het is zo'n hechte sociale familie. Nou, en je ziet die kindertjes, als ze los zijn, zijn ze bij hun kinderen. En als het niet anders kan, dan hangen ze op hun, dan worden ze altijd meegedragen. En wat is beren interessant is, dat die kinderen van de Bushmen, die lopen met 6 maanden en praten volledig grammaticaal binnen 1 jaar. Nou, dat vind ik toch wel echt een klein verschilletje met de zogenaamde Homo sapiens in Europa. Want dat vind ik het gekke. We zijn de hele tijd maar aan het kijken naar Europese mensen en die aan het vergelijken met mensen met een bepaalde evolutionaire achtergrond waar wij ongelooflijk ver vandaan zijn. Dus ik denk dat die vertaling van dat mensen lui worden door voedsel, dat klopt letterlijk niet. Want dan zouden jullie allemaal lui moeten zijn. En toch zijn jullie het niet. Nou, laten we nog eens naar zo'n groep mensen kijken. De Tsimane mensen in Zuid-Amerika. Nou, die zijn ook zo beer interessant. Er bestaat er iets, dat noem je de Tsimane project. Dat wordt door Mrs. Kaplan begeleid van de Harvard University. Die zitten nu al in totaal 10 jaar wonen die met de Tsimane mensen. Wordt van alles nog wat onderzocht. En het is beer interessant. In die hele populatie zijn er 0 mensen met cardiovasculaire ziektebeelden. Er zijn 0 mensen met hartinfarcten. En er zijn 0 mensen met herseninfarcten. En men heeft gekeken naar hun bloedbaan. Er zijn 0 mensen met arteriosclerose, al zijn ze 80 jaar. Dus met andere woorden, dat is wel een hele interessante groep mensen. Maar wat ik het allerinteressantste vind, dat is dit. Moet u kijken. Dus hier heeft u, dus 1 is 31, 1 is 298, 1 is 204, dat zijn alle onderzochte mensen. U ziet ook, er zijn ook 75-plussers, die zijn er ook gewoon. Bij elkaar 705 mensen onderzocht. En moet u kijken naar hun metabole waardes. Dus dit zijn alle cut-offs, pathologische cut-offs van metabole waarden en de CRP-waarden. En moet u kijken. Dus er is werkelijk nobody met een body mass index boven de 30. Er is nobody, zoals u ziet, met 0,1 staat hier, met een hoge bloeddruk. Maar we moeten kijken, er is echt niemand met verhoogde triglyceriden. De glucosewaarden zijn allemaal onder de cut-off. Maar we moeten kijken wat ze tegelijkertijd hebben. 51% heeft een high sensitive CRP-waarde van boven de 3. En eigenlijk, in onze geneeskunde zeggen we, dit is ontsteking en dat leidt tot cardiovasculaire ziektebeelden. En daar hebben ze geen last van. Dus er klopt iets niet. Dat zijn allemaal dingen waar we met een loop naartoe moeten kijken. En moeten kijken wat deze mensen doen. 10% van hun waking hours zitten die mensen. Die mensen zitten nooit. Terwijl de gemiddelde Europeaan 54% van de dagtijd zit. En kijk, en deze mensen eten, kijk,
Ze eten helmins, daar kunnen ze niks aan doen. Kijk, ze eten gewoon heel veel wurmpjes. Ja, daar kan je niks aan doen. Als je voeding niet steriel is, zitten er eitjes van wurmpjes in. Dat geeft wel een infectie. Geeft een infectie. Ze eten alleen maar non-refined food. Ja, waarvan 84% planten en 16% animals. En ik had net in de pauze hadden we een discussie over koolhydraten, maar een goede discussie. Als we kijken naar de hoeveelheid koolhydraten die deze mensen eten, ja, dan zouden wij daarvan hoogst waarschijnlijk obese en diabetes type 2 krijgen. Maar zij hebben er helemaal geen last van. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat we begrijpen waarom die mensen er geen last van hebben. Want als we dat zouden begrijpen, kunnen we misschien een klein beetje van hun levensstijl inbouwen, in onze levensstijl, waardoor wij misschien ook wel wat resistenter worden tegen het moderne leven. Want weet u wat zo grappig is? We zouden zo verschrikkelijk graag alles willen veranderen, maar ik hoor de hele tijd een heleboel interessante dingen, maar ik hoor niks over de impact van pesticiden op de darmflora op energieverbruik en energieverbruik op overgewicht en allerlei ziektebeelden. Er zijn nog een heleboel factoren die allemaal invloed hebben op de manier waarop mensen in hun darm met voedsel omgaan. Nou, dat is bij deze mensen heel anders. Mijn promotieonderzoek is ook gebaseerd op evolutionaire geneeskunde. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb in totaal 138 mensen onderzocht in de Pyreneeën om te kijken of wij ook weer mens kunnen worden. Want ik vind Simanen en de Bushmen, dat zijn echte mensen in het kader van de evolutionaire gedachte. Dus ik heb een heleboel mensen, 7 dagen, meegenomen naar de Pyreneeën. En ik heb ze dit aangeboden. Dus ook maar 10% zittijd per dag, 2 maal eten per dag, sociale ondersteuning, bulk drinking, koud- en hitte-expositie, hardzame voedingssamenstelling en slapen volgens natuurritme. En dit waren de uitslagen daarvan. Nou, dat gaan we nu even helemaal doorlezen. Maar dit zijn de belangrijkste onderzoeksdingen. Dus ik heb ze ook naast de tsimane gelegd. Dus gekeken hoeveel van die 138 mensen hadden nou een body mass index van boven de 30. Dat waren er 6. En 7 dagen later was het er nog maar 1. Er waren 17 mensen met cholesterolwaardes onder de 6,2, boven de 6,2. Na 7 dagen waren het er nog maar 4. De trigliceridewaardes waren bij 6, boven de 2,3. Na 7 dagen waren het er 0. 11 mensen hadden in nuchter glucose boven de 6,9. Na 7 dagen was het er 1. En kijk, en maar 2 mensen hadden high sensitive CVP boven de 3. En na 7 dagen waren het er 25. Nou, u snapt wel, toen ik dit publiceerde, wilde ik het publiceren in de New England Journal of Medicine. En dat was wat mijn promotoren Fritz Mesquite en Chuck Rason, nou Chuck Rason, een hele grote man, die zeggen, dit moet gewoon in de New England Journal of Medicine. Wat werd er natuurlijk gedaan? Het werd afgeweerd. Waarom werd het afgeweerd? Door die CEP-waarde. Ze zeiden, die CEP-waarde, als die zo hoog gaat, dan kunnen we niet ondersteunen. Maar wij zeiden, maar jongens, hoge CEP-waardes, daar krijg je helemaal niks van, als het maar infectieus is. Snapt u wat een gekke, het is een beetje een gekke conclusie, maar het klopt als een bus, want deze mensen, en dus hebben we het wel gepubliceerd, en gelukkig komt er nu, kijk, er komt er nog eentje uit, die heet Intermittent Living. En nu wordt het langzamerhand duidelijk dat het hebben van een paar wonden aan de buitenkant van het lichaam alleen maar zorgt voor herstel van het metabolisme. Want dat heeft te maken met het immuunsysteem, dat heeft te maken met energieverdeling. Dus daar kwam dan het volgende project uit. Want we kunnen niet alle mensen meenemen naar de Pyreneeën. Dat is voor de Pyreneeën ook namelijk niet goed. Dus wij dachten,
kunnen we nu dat project dat we daar ontwikkeld hebben, kunnen we dat nou vertalen naar een zogenaamd intermittent living concept thuis? Nou, ik ga niet het hele onderzoek al laten zien. Dat wordt waarschijnlijk over 20 dagen gepubliceerd. Maar ik heb er één patiënt even uitgehaald, een interessante patiënt. Dus die heeft intermittent living gedaan thuis. U gaat zo meteen zien wat dat betekent. 10 dagen. En die persoon, nou, zoals u ziet, moet u kijken, zijn ferritinewaardes zijn 545. Dat betekent een hele heftige ontstekingsactiviteit. Maar niet infectie, hè? Ontsteking is niet hetzelfde. Je ziet dat ze triglyceriden, 3,85, komen ze oren uit. En 10 dagen later, moet u kijken wat er met de triglyceriden gebeurd is. Ze zijn gedaald naar 1,31. En 10 dagen later zijn ze ferritinewaardes gedaald naar 370. Nou, ik laat andere waarden, die kunt u zelf nalezen straks. Met andere woorden, we kunnen dus heel snel, maar echt heel snel, zorgen dat het metabolisme van Homo sapiens weer het metabolisme van Homo sapiens wordt. Oké? Natuurlijk, wat we gedaan hebben, ik ben in 2011 begonnen. Die 138 mensen die ondertussen bij de Pyreneeën geweest zijn, die zijn we nu dus al 6 jaar aan het volgen. En we hebben ons afgevraagd in hoeverre één keer zo'n korte verandering van je levensstijl, wat dat voor impact achterlaat op de lange termijn. Nou, ik mag dat wel voorzeggen, maar dat is dus wat over 20 dagen ongeveer uitkomt. Het is beren interessant om te zien dat nog 85 mensen vanuit hunzelf, zonder dat wij ooit nog eens met die mensen gesproken hebben, hun levensstijl ook echt veranderd hebben. Nou, dus, het is een hele rare presentatie, want ik ben de presentatie begonnen met het resultaat. En nu wil ik u laten zien, hoe zijn we nou tot de hypotheses en daarna de theses gekomen om hier te komen. Nou, ik denk dat als je echt iets weet van die mensen die daar wonen, dan zie je dus het volgende. Er zijn mensen, ook hier in onze populatie, die als die gegeten hebben, niet op hun kont gaan zitten. Ze blijven gewoon bewegen. En bewegen, dat moeten we niet vergeten, dat is iets spontaans bij mensen. U zult zo meteen zien, het is heel raar de gedachte dat we denken dat je alleen maar gaat bewegen omdat je honger hebt. Dat is een achterhaalde hypothese. Eten is net zo'n basisnoodzaak als bewegen een basisnoodzaak is. Bewegen is niet alleen maar om voedsel te zoeken. Bewegen is iets heel spontaans, wat toevallig ook door dezelfde neurotransmitter geïnduceerd wordt als het hongergevoel. Dus we kunnen echt exercise hunger hebben. Net zoals we breath hunger kunnen hebben. En weet je wat ik me afvraag? Waar is de bewegingshunger gebleven in onze maatschappij? Nou, dat is de vraag die we ons gesteld hebben. En die mensen die ook dit hebben, die hebben geen last van een postprandiale dip. Dus die eten en ze storten niet zoals deze mensen als een blok in slaap. Nou, en het grappige is, als je deze mensen ook een pizza geeft, vallen ze nog steeds niet in slaap. Nou, dat vind ik de mensen waarvan we eigenlijk moeten weten, wat is daar nou anders aan de rest? En dit is ook zo interessant. Die eten eiwitrijke voedsel, nooit rauw. Nou, dat is ook beer interessant. Ik was dus bij die Bushman en we vingen een tapier, een miereter. En ik dacht, nou, de mannen, dat hebben we met mannen gedaan. En nu gaat die kop gaat eruit, de lever, de nieren, het hart. En dat zal wel allemaal rauw opgegeten worden. Hè? Want dat staat in ons hoofd. Hey, je hebt een lazertje. Ze gaan een vuurtje maken. Die organen worden eruit gehaald, worden gewoon keurig gaar gemaakt. En dan wordt het opgegeten. Toen hebben we, ik ben slager geweest, 9 jaar, dus ik heb uitgebeend. Toen hebben we die tapier naar het dorp meegenomen. En dan kregen de rest van de mensen eten. En de meeste mensen, die wilden het tapiervlees helemaal niet eten.
En wij snapten, ik snapte er niks van. Hun wel, hun snapte het prima. En ik vroeg aan die mensen, maar waarom eet je dat dan niet? Toen zeggen ze, zonder zout is het niet lekker. En toen vielen we eigenlijk van onze stoel. Want toen dachten we, ik heb het nog met Remco erover gehad. Wanneer zijn mensen nou echt zoogdieren gaan eten? Nou, als je dat nou echt gaat doorspitten, dan blijkt dat we helemaal geen zoogdiereters zijn geweest. Tot ongeveer 6000 jaar geleden. En wat vonden we 6000 jaar geleden voor het eerst in Europa? Een zoutberg. Nou, en toen gingen. En heeft u. U heeft waarschijnlijk wel eens. Ik denk dat u nog nooit miereter hebt gegeten. Miereter. Jongens, dat is echt zonder zout oneetbaar. Je wordt er misselijk van, alleen al van de lucht. Maar je doet er een beetje zout op en het is zalig. Nou, en dat is best interessant. Weet je wat het goede is? Wij hebben zout. En we moeten ons ook afvragen, wilt u nou, wat zou u moet nu even kiezen. Wilt u het zoutloze leven van de Bushman? Of wilt u het zoutrijke leven van onze huidige maatschappij? Nou, ik hoop, want het is geen les, dus het is een voordracht, dat u nu al tot de conclusie bent gekomen, we mogen God op ons blote knieën banken, dat wij zout tot onze beschikking hebben. Want waar gaan die boesmensen nou dood aan? Die gaan dood aan infecties. En hoe komt dat nou? Dat een immuunsysteem op een gegeven moment door een tekort aan natrium niet in staat is om onder andere malaria te doden. Want een beetje, ongeveer 3 tot 5 gram natriumchloride verhoogt de capaciteit van het immuunsysteem om pathogenen te doden. En daarom, deze mensen die gaan dood, niet aan aterosclerose, maar aan infecties. En een van de redenen is, ze hebben een zouttekort. Maar wat ook erg interessant is, is dat ze hier dus geen last van hebben. We moeten kijken. Dit noem je de postprandiale ontstekingsreactie. Nou, een postprandiale ontstekingsreactie, dat is, als je kijkt naar de ontsteking die iemand krijgt als hij eet, dan heeft het te maken met vooral hoog calorisch voedsel. Moet je kijken. Als je 225 kilocalorieën per 100 gram voedsel eet, of 10 energieprocent fructose in een maaltijd, of 40 gram vet in een maaltijd, dan krijg je een ontstekingsreactie in je hele lichaam. Dus eigenlijk dat je denkt van jeetje. Bedoel je dan in die uren daarna meteen? Ja, 10 minuten later, 16 minuten later, geen geheim, is er al een aterosclerotische plak in de aorta meetbaar. Gewoon bij mensen gemeten. Oké? Okay? Dus we zien dat het leidt tot ontsteking. Maar wat is nou het grappige? Als die mensen waar wij over praten, en ik praat nu niet over de Bushmen, ik praat mensen die hier zitten. Er zijn ook mensen die er helemaal geen last van hebben. Komt dat? Kijk. Als die postprandiale ontstekingsreactie wordt totaal ondermijnd als je een bepaalde aerobe capaciteit hebt. We zien dus dat als je de VO2 max meet bij mensen, de maximale zuurstofopname en het aantal mitochondriën, met andere woorden, de spiermassa, dan zie je dat des te grotere spiermassa, maar geen bodybuilder, hè, we praten over spiermassa per kilo lichaamsgewicht, dan zien we dat die acute, als die dan een klein beetje bewegen, dat hele ontstekingsproces van de inname van voedsel onderdrukt is. Nou, en dan eten ze hetzelfde. Nou, ik hoop dat u ziet dat het tekort door de bocht is om het voedsel overal de schuld van te geven. Dit is al een teken dat het niet alleen maar voedsel is. Nou, en dat heeft geleid tot een nieuwe publicatie die op punt staat vanuitkomen. En dat is leuk, want wat weet u nog? 2 jaar geleden, wanneer was Tim Noakes hier? 2 jaar. 2 jaar geleden. En Tim Noakes sprak 2 jaar geleden op het congres over de governor. De zogenaamde stuurmens die bepaalt of je nog een spiercontractie mag doen. Nou, wij hebben dat concept hebben we uitgebouwd. En we hebben dat de permissive or non-permissive brain system genoemd.
En, want als je zo meteen met mensen hun lifestyle wil veranderen, zou je ze moeten kunnen uitleggen waarom ze doen wat ze doen. Nou, dus wat hebben we nou langzamerhand in kaart gebracht, is dit. En we hebben gekeken, waar komt gedrag nou vandaan? En ook de manier waarop het immuunsysteem reageert is gedrag. En we hebben gezien dat er verschrikkelijk veel externe en interne factoren zijn die hele belangrijke delen van de hersenen beïnvloeden. Dat leidt op een gegeven moment tot een beslissing. Hier staat het immuunsysteem, maar het gaat om alles. Het heeft te maken met decision making. Het heeft dus ook te maken met waarom kiezen mensen voor het eten waarvoor ze kiezen. En jongens, dat is niet alleen maar omdat het aangeboden wordt. Het heeft vooral te maken met een zogenaamde kosten-baten-analyse die continu door het mens dagelijks gemaakt wordt. En dus kom je op een gegeven moment dat mensen bepaalde beslissingen nemen omdat ze misschien wel niet anders kunnen, maar nog belangrijker, omdat ze niet anders mogen. Want op een gegeven moment gaat het om een ding en dat heet, en dat is echt de kosten aan de ene kant en het voordeel aan de andere kant. En kijk dan alleen naar een trigger die ongelooflijk veel impact heeft op de manier van bijvoorbeeld voedingskeuze. Dat is de politiek. Sinds januari is Donald Trump president. En men heeft gelukkig al in juli in de New England Journal of Medicine een publicatie uitgebracht over de impact van Donald Trump op psychiatrische ziektebeelden. Het is een prachtig onderzoek. Hebben ze lekker snel gedaan. Heel snel data's verzameld. 69% meer anxiety syndromes zijn er gemeten. Het is waanzin. Maar wel bij bepaalde groepen mensen. Wie zijn het? Hispano-Amerikanen, zwarte mensen en universitaire mensen. Mensen die hoog opgeleid zijn. En toen heb ik natuurlijk, ik heb Chuck Grayson gebeld, hè? Dus van Wisconsin. Ik zeg, Chuck, hoe zit het bij jou op de faculteit? Hij zegt, we zijn allemaal ziek. Ik zeg, hoe komt dat? Hij zegt, sinds Donald Trump aan de macht is, zijn we al 2 subsidies verloren van in totaal $2 miljoen. Hij zegt, ik heb geen onderzoeksgeld meer. Hij zegt, ik heb 10 mensen hier in dienst. Ik kan ze niet meer betalen. Ik zeg, en toen vroeg ik, en ben je de laatste 6 maanden ook aangekomen? Hij zegt, ik groei bijna uit elkaar. Ik zeg, en dat is anxiety. Snap je? Dat is angst, dat is ansiedad, dat is onrust. Dat is zoeken naar comfortvoeding. Ja, dat gaat echt een stuk verder dan het aanpassen van een dieet. Want er zijn toch wel heel veel factoren die daar invloed op hebben. Nou, en dan kunnen we zien, en dat is dan, dan wordt het volgens mij, kunnen we zo meteen de juiste koolhydraten gaan aanbieden, de juiste vet gaan aanbieden. Ik denk dat als we werkelijk iets teweeg willen brengen, dat we moeten zorgen dat mensen gedragsverandering toestemming krijgen. Toestemming betekent, ik doe een verandering, wat is het voordeel daarvan in vergelijking met het nadeel? Nou, en dan zie je al bijvoorbeeld iets heel interessants. Dat je kan met het geven van de goede vetten, kan je de besluitvaardigheid van mensen veranderen. Nou, dat is natuurlijk weer interessant. Want dat leidt tot gedragsverandering. Nou, en dan komt natuurlijk het ketogene dieet vandaan. Het ketogene dieet, als je dat doet en je begeleidt dat, ik zal dat zo meteen laten zien, met de juiste vetzuren, dan zie je dat op de een of andere gekke manier de mens andere besluiten gaat nemen. Nou, hier, dit is een heel nieuw onderzoek van Evans, en die heeft het onderzocht bij topwielrenners, om te kijken, kan je ook echt met short chain fatty acids en middle chain fatty acids en long chain fatty acids invloed uitoefenen op bijvoorbeeld de performance bij
topwielrenners. Maar u bent allemaal geen topwielrenner, onze patiënten ook niet. Ik wil weten of ik dat bij normale mensen ook kan doen. Ja. En dan zie je, een prachtig onderzoek, dat al die vetzuren, kijk, short chain fatty acids, middle chain fatty acids en long chain fatty acids, invloed hebben op precies de dingen die verantwoordelijk zijn voor ontsteking van iets heel basaals, en dat is de hypothalamus. Want ik hoop dat als, ik weet niet of ik de tijd voor heb, want ik zie dat ik al bijna klaar ben. Ja. En ik was eigenlijk net een beetje warm gelopen, maar dat maakt niet uit, dat gaat altijd zo. Dat als je kijkt naar de impact van deze vetzuren, dan hebben ze echt allemaal invloed op de functie van de hypothalamus. Nou, en als we dat kijken, dan kunnen we zonder problemen deze conclusie stellen. Dus het is niet het eten dat mensen lui maakt, maar de ontstekingsreacties die bepaalde voeding uitlokt. En de postprandiale ontsteking, gedrag en lifestyle zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nou, en dan, nu komt er nu een heel evolutionair verhaal, maar het is niet meer nodig, want dat heeft u al gehoord. Want dat gaat allemaal nu veel te ver, dus daar loop ik even doorheen. Dan draai ik warm, weet je wel, en dan... maar dit wil ik dan nog wel eventjes laten zien. Ja. Gewoon kijk er eens naar, want daar heeft u gelijk in, naar hoe verleidelijk het is om een hamburger te eten. Het is een onderzoek van McDonald's, echt van McDonald's. Die laat een McDonald's hamburger zien, lekker vet. En een McDonald's salade, lekker slank. Okay. En wat doet die kop? Die vindt die hamburger wel zo lekker. Maar dat is niet bij alle mensen zo. En die salade, bij een gemiddelde persoon, wat heeft die voor hersenactiviteit? Niks. Dus zie je, dat waren de dingen die vandaag waren. Van ja, we zijn natuurlijk gemaakt om lekker calorierijk te eten. Maar jongens, dat maakt helemaal geen klap uit. Je mag ook af en toe lekker calorierijk eten. Daar krijg je niks van. Als het maar niet leidt tot iets, en dat is een ontsteking van je hypothalamus. Nou, wat is aan het gebeuren met onze hersenen? Wat is een van de huge problems die aan het gebeuren zijn? Is dat de wereld IQ is wereldwijd aan het dalen. Het is jammer genoeg niet meer aan het stijgen. En dan moet je je toch afvragen waarom dat zo zou zijn. En dat is dan het laatste wat ik nog tijd voor heb. En dat heeft dan te maken met neuroinflammatie. En als u dan kijkt naar neuroinflammatie, dan is all about energy. En dan zien we dat die pizza, die produceert ontsteking van je hypothalamus. Een prachtige entrecote, wat nog steeds aangeboden wordt, heel gek, in het paleo-dieet, daar snappen we niks van. Want nooit 5GC, dat hoort echt niet bij een mens. Dan zien we deze, die produceren ontsteking, en die niet. Cashewnoten niet. Maar cashewnoten zijn ook hartstikke calorierijk. Nou, dan zien we, ik had het al gezegd, hè, deze, algemeen, dit leidt tot een hypothalamusontsteking. Nou, fructose, dat is het beroerdste wat je kan voorstellen, maar dat is niet helemaal waar. Want fructose vroeger, af en toe, dat kunnen krijgen, dat was natuurlijk heerlijk. Want daar konden we mee overleven, maar het is wel zo, dat fructose, moet je kijken, als u 25 energieprocent fructose in een sapje hebt, zie je dat de triglyceriden je oren uitkomen en de urinezuur ook. Dus dat eigenlijk moet je afvragen, zou je van fructose zelf niet jicht kunnen krijgen? Nou, dit is gewoon mensonderzoek. En die krijgen 2 weken lang een glas appelsap. Meer niet. En in een glas appel zit, daar hebben ze meer of minder fructose toegevoegd. Nou, u ziet hier. En dan kijk je, dus nogmaals even terug. Bij 25 energieprocent fructose heb je zo'n ontstekingsreactie dat triglyceride je oren uitkomt. En de urinezuur ook je oren uitkomt. Daar krijg je echt jicht van. En dan zien we, ja, natuurlijk, fructose, dat zit natuurlijk vooral in allerlei softdrinks. Dat kunt u weer zien.
En moet u kijken, in een softdrink zoals Pepsi-Cola is 60 energieprocent fructose. Dus dat je daar lichtelijk van gaat ontsteken, dat is wel logisch. Maar pas op jongens, als je een heerlijk glas appelsap eet, drinkt, zit er ook 60 energieprocent fructose in. Geeft precies dezelfde hypothalamusontsteking. Nou, en als u daar naar kijkt, en dat is dan de hele hypothalamusontsteking en wat erachter zit, dan zie je dat leidt letterlijk tot de huidige ziektebeelden. Langzamerhand wordt het duidelijk dat de centrale entiteit in de ontwikkeling van chronische ziektebeelden een universele ontsteking is van de hypothalamus. En dan zie je dat als de hypothalamus ontstoken is, dan een beetje ontstoken, dan word je er overgewichtig van. Want kijk waar het toe leidt, tot insulineresistentie en leptineresistentie. En het woord leptineresistentie, dat staat boven insulineresistentie. Nou, en dan zie je, dat leidt dan tot ziekte. En dan laat ik het laatste plaatje even zien. En dat hoort niet zo te zijn. Dus de ontsteking van de hypothalamus door het moderne leven. Maar eigenlijk, en dan ben ik klaar, zou het zo moeten zijn. Eigenlijk zou eten geen bewegingsrem horen te zijn, maar een bewegingsstimulus horen te zijn. Moet u maar kijken. Dit is de neuroendocrinologie achter spontaneous physical activity. Weet u wat spontaneous physical activity is? Dat u loopt op Schiphol en zonder dat u daarbij nadenkt, neemt u de gewone trap. Dat is spontaneous physical activity. Maar ik vlieg zo 140 keer per jaar en ik ben de enige die over die trap gaat en de rest staat op de roltrap. En daar klopt helemaal niks van. Kijk er maar. Het zou zo moeten zijn. Als mensen mens eten zouden hebben en als mensen mens leven zouden leiden, dan leidt natuurlijk als ik eet, ja, dan gaat mijn glucose, mijn triglyceride in de bloedbaan een beetje omhoog. Maar dat maakt niks uit. Dan krijg je insulineverhoging. Kijk, en als die insuline nou op de hypothalamus aankomt en de hypothalamus is insulinegevoelig, is er niks aan de hand. Dan wordt dat extra energie wordt in vetcellen opgeslagen. Wat voor vet is dat? Dat slabberde waskievet wat tot op je knieën hangt. Ja. Dat gaat dan leptine produceren. En met z'n tweeën, kijk, met z'n tweeën, gezamenlijk, moeten we even kijken, met de mensflora die short-chain fatty acids gaat produceren, gaat de hypothalamus toestemming geven voor gedrag. Je krijgt de activatie van de sympathicus en de HPA's, activatie van het ventrale tegmentum, dat produceert dopamine en je krijgt spontaneous physical activity. Dus het klopt gewoon niet. Voeding zou de manier moeten zijn van het toestemming krijgen van bewegen. Maar het enige probleem is dat als je dan niet leptine gevoelig bent, en hier staat dat, en zo of note, by the time SPA started to decrease, glucose intolerance emerged, highlighting the need to counteract the reduction of physical activity during aging to prevent metabolic complications. En het was dus, kijk eens, de reden is verminderde leptine signaling. En eigenlijk wat hier staat is, als leptine hier werkt en als insuline hier werkt, dan krijgen we gedragstoestemming. Nou, en dan heb ik nog een heleboel bewijs en dat de hersenen ontstoken zijn. En dan wil ik u één plaatje laten zien voor de oplossing. Mag ik één plaatje laten zien voor de oplossing? Ja, mag. Of drie? Nee, niet, heel snel. En de hypothalamus is dus repareerbaar, mensen. Want in de hypothalamus wonen tanicieten. En we hebben ongeveer tanicieten voor 1000 hypothalamussen per leven. En die zijn dus echt repareerbaar. En dat kan je zien. Je kan er van alles maken. Je kan er neuronen van maken en gliacel van maken. En we weten ook hoe het moet.
Eigenlijk is het niet zo moeilijk. Het is, kijk, het juiste eten. En je moet ook een non-obese gut microbiota hebben. En daar is dan het intermittent living concept op gebouwd. En hier ziet u dus wat het intermitterend leven doet. Als je weer intermitterend leeft, en dat betekent hè, af en toe niet eten, af en toe eens een keer niet ademen, af en toe het lekker een beetje koud hebben, ja, dat klinkt heel goed, heel gek hè, dan zie je dat mensen weer hartstikke metabool flexibel worden. Ze kunnen weer glucose gebruiken voor hun hersenen, ze kunnen vet gebruiken voor hun hersenen. En dan mag je ook af en toe een pizza eten, niet elke dag natuurlijk, hè, daar wordt iedereen ziek van, maar dan word je langzamerhand, en dat, daar gaat het om, gevaccineerd tegen het moderne leven. En ik denk, ik hoop dat we zien hè, dat flexibiliteit ontstaat door intermitterende prikkels. Zie je wel? Ja, hier staat dat hoor. Low carb, high fat diet, exercise, fasting, maar ook af en toe wat koude tussendoor. En het moderne leven is alles behalve intermitterend. We hebben altijd eten, we hebben altijd water, we hebben altijd zuurstof. Weet je, en dan is het grappig genoeg dat zelfs intermittent living, dus af en toe een lekkere koude prikkel, af en toe een lekkere hitte prikkel, af en toe een lekkere infectie, dat leidt zelfs tot hersengeneratie. Dank u wel. Nou, het kan niet anders zijn dan dat dit allerlei vragen oproept. Wie? Wie heeft de eerste vraag voor Leo? Dat is wel grappig, hè? Nou, was het allemaal duidelijk? Leo, dan wil ik je wel even wat vragen. Want we zijn hier vandaag op een symposium wat voornamelijk gaat over leefstijlinterventies. Ik heb hier een aantal collega's in de zaal zien zitten. De een is al wat meer ingevoerd hierin dan de ander. Wat zou jij gezondheidsprofessionals en misschien voor nu eventjes artsen in het algemeen adviseren? Wat zou je ze willen meegeven, maar dan in hele normale artsentermen, zeg maar? Over. Normale artsentermen. Wat kunnen ze meenemen hieruit? Ja. Wat ik zou doen, ik zou onze patiënten als eerste een quick win interventie meegeven. En een quick win kan je het allermakkelijkste bereiken met een overnight fasting van 13 tot 16 uur. En dat is simpel. Je kan prima je patiënten 5 dagen per week 13 tot 16 uur 's nachts laten vasten. Dat is één. De tweede is bouw als basis van je lifestyle interventie sitting breaks in. Het is veel belangrijker om niet te lang te zitten, jullie zitten echt alweer veel te lang, dan een marathon te lopen. Ik heb nog een heleboel sitting time onderzoek, maar er is niks zo ziekmakend als zitten. Wij zelf hebben een epidemiologisch onderzoek gedaan, zitten uitgezet tegen roken. En je kan echt beter roken dan de hele dag op je naad zitten. Dat is echt ziekmakender. Ik zeg niet dat je moet gaan roken, hè? Ja, maar dat is het gevaar natuurlijk, hè, dat eruit komt. Sitting breaks inbouwen. Ieder half uur, maar niet 1 minuut. Dat is niet voldoende. Je moet je hartslag tot 110 verhogen. Want anders blijkt de sitting break niet de zittijd te compenseren. En dus het is al lang onderzocht wat je zou moeten doen, hoeveel tijd. En het is echt 2 tot 3 minuten per half uur. Nou, en u denkt, jeetje, wat moeilijk. Maar weet u wat? Als u, ga nu even zo, even dit zo. Zo, zo. Ga maar lekker met je armen draaien. Doe maar. Als je dat 2 minuten doet, dan doe je 2 minuten. Dan meet je je hartslag. Heb je 110. Dat zouden 2 zeer simpele interventies zijn om de eerste stap te nemen, waardoor de mensen binnen een paar weken tijd zich anders gaan voelen. En als ze zich anders voelen, dan de grote veranderingen in gaan bouwen. Okay. Dus overnight fast, heb ik gehoord. En elk half uur 2 tot 3 minuten je hartslag boven de 110. Precies. Nou, perfect. Gaan we doen. Nemen we mee ook voor het volgende symposium. Okay. Zijn er intussen nog andere vragen? Ja, Saskia. Ik heb een ding wat misschien past bij jouw verhaal. Ik zag eergisteren of zo dat er in Nederland
één school is die een renbaan heeft voor leerlingen. En de stichting Omdenken, die werken daarmee, die zijn daar een beetje promotor van. En die leerlingen kunnen gaan rennen op een renbaan. Hm. Want kinderen willen bewegen en zo. En dat werkt hartstikke goed. Geen botsingen, geen ongelukken, geen dramatische toestanden. Hm. Werkt als een schuld. Mijn kinderen zitten op de International School of the Hague. En ik heb daar 2 jaar geleden een voordracht gegeven over de sedentary death syndrome en voeding. De primary voorzitter die heeft op zich genomen, Mr. Adams. We hebben vorig jaar op school op dinsdag om 8:00 en op donderdag om 10:00 rent de hele school rondom een grasveld 15 minuten lang. En waarom dinsdag om 8:00 's morgens? Zodat de ouders mee kunnen rennen. En dan rennen er echt 2000 mensen rondjes om een grasveld. Het is fantastisch om te zien. En op school, de kleine kinderen, zitten niet meer op een stoel, maar zitten de hele tijd op de grond. En iedere 15 tot 20 minuten verwisselen ze van klaslokaal. Dus met andere woorden, en de leraren hebben ook gezegd, jongen, hadden we daar niet wat eerder mee kunnen beginnen. Die kinderen kunnen veel beter opletten, zijn veel makkelijker handelbaar. Want weet je wat kinderen nog hebben, jongens? The need for physical activity. En wij zijn verrot, maar die kinderen nog lang niet. Nou, en die nemen we mee naar huis. Dankjewel, Leo.